vanavond de première van Boven het Stil. Met wat voor gevoel ga je eigenlijk naar binnen? Ik denk met iedereen met een heel dubbel gevoel dat we een hele mooie film gaan kijken. En dat we een heel groot verlies hebben in de dood van Jeroen Willems. Ja. Ik ben nog niet dood hoor. Het is echt een hele mooie film. Dus van de ene kant is het heel erg om Jeroen weer te zien. Maar van de andere kant doet hij het echt heel goed. Het is ook wel een genot om naar te kijken. Het is een bijzondere avond en we zien elkaar nu, de hele crew ziet elkaar nu eigenlijk weer voor het eerst. Er was ook een première in Berlijn, maar daar waren we niet met z'n allen. Dus het is wel een beetje een gekke avond. Ingetogen, het is een tijdje geleden, maar het blijft heel gek. Ik ben het opruimen. De kamer vergeerd. Kun je iets meer over jouw rol vertellen in de film? Ik ben eigenlijk een heel vervelende buurvrouw. Daar komt het een beetje op neer. En die eigenlijk best wel nieuwsgierig is. En ik vind eigenlijk ook best wel een hele leuke man. En ik zou eigenlijk best wel graag wat vaker op bezoek willen komen. Maar er is vrij weinig animo voor. Ik speel de boerenknecht. Ik kom zo een beetje halverwege als vervelende, blonde puber. Op de boerderij werken. Als een soort van rehab. En daar bouw dan een spanning op tussen de boer en de knecht. Wat is je mooiste herinnering aan Jeroen? Zijn ogen. De mooiste ogen die je hebt gezien. Het is gewoon een geweldige man en een geweldige acteur. Ik hoop en ik weet dat het een hele mooie film wordt, dat het een prachtig eerbetoon aan hem wordt.